Zometeen in DBC Nieuws van woensdag 2 mei. Het huidige college bereikt een nieuw beleidsakkoord. 3 dagen Oranjefeest in Bokstol. En een bijzondere expositie in Museum Mubo. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Plus van der Horst Bokstol en Albert Heijn Bokstol. Welkom bij DBC Nieuws, een samenwerking tussen Omroep Dommeland en Brabant Centrum. De kogel is door de kerk. De huidige coalitiepartijen, combinatie 95, SP, D66 en Inbox hebben een beleidsakkoord bereikt. Formateur Peter van der Wiel presenteerde de contouren van dat akkoord vorige week in het gemeentehuis en meldde daarbij dat het college van BMW definitief in dezelfde samenstelling verder regeert. Van der Wiel begint aan zijn derde termijn als wethouder en blijft verantwoordelijk voor de portefeuilles die hij ook afgelopen jaren beheerde. Erik van den Broek, Marouska Lestrade en Herman van Wanrooy treden voor een tweede bestuursperiode aan en behouden ook nagenoeg dezelfde taken. We hadden 13 zetels, we hebben 13 zetels. En nou, daar zijn wij heel blij mee, omdat dat toch ook een blijk van waardering en vertrouwen is. En dat is ook de reden dat wij op 3 april, toen wij beeldvormend bij elkaar geweest zijn en aan alle 8 partijen gevraagd hebben om te duiden hoe dat wij de verkiezingsuitslag zagen en op welke manier we verder zouden moeten gaan, dat in ieder geval deze 4 partijen ook gezegd hebben vanuit die uitslag van de verkiezingen, vanuit die ervaring die we met elkaar hebben, dat het voor ons wel wenselijk zou zijn om te verkennen of dat op deze manier de coalitie gewoon weer voortgezet kan worden. Wat wij afgesproken hebben in de eerste bijeenkomst al dat we bij elkaar waren, dat wij absoluut niet wilden, dat was een dichtgetimmerd coalitieakkoord op gaan stellen. Maar wij hebben onszelf de opdracht opgelegd dat wij echter maximaal moeten streven zo'n breed mogelijk raadsprogramma te krijgen. Dus dat betekent in eerste instantie met de 4 partijen kijken of dat wij tot contouren van samenwerking kunnen komen. Vervolgens gewoon in een bijeenkomst met alle politieke partijen in de raad, met de steunfracties erbij, een bijeenkomst waarbij we al die partijen heel nadrukkelijk uitnodigen om hun inbreng te hebben op dit contourenplan, conceptplan, net hoe dat je het noemen wil. En de intentie is om op 5 juni in een raadsvergadering dan het definitieve programma. En nogmaals, heel uitdrukkelijk hopen en verwachten wij dat dat zo'n breed mogelijk raadsprogramma zal kunnen worden. Bijna 300 uur zijn vrijwilligers bij Museum Mubo bezig geweest om de expositie over Jan Kruijsen vorm te geven. Zaterdag werd de tentoonstelling met liefst 66 kunstwerken van de Brabantse schilder officieel geopend. Nadat bestuurslid Trees van der Wal van het Oorschotsmuseum Kruisenhuis en auteur en historicus Frank van Doren het zelfportret van de schilder onthulde, konden toeschouwers een ronde maken langs de tientallen doeken. In de ontvangstruimte is een aantal zelfportretten van de in Liemde geboren schilder te zien. Verderop hangen landschappen en portretten van geestelijken. De schilderijen zijn voor deze expositie beschikbaar gesteld door particuliere bezitters en Museum Kruisenhuis. De schilderijen van Jan Kruijsen zijn tot en met 8 juli te zien in Museum Mubo aan de Baroniestraat. Bokstol kleurde niet 1, niet 2, maar liefst 3 dagen oranje. Van King's Night Vissa tot een vrijmarkt en van koningshockey en voetbal tot Dino Graffiti. Er waren volop activiteiten voor jong en oud. Een bomvolle Koningsdag met onder meer een toespraak van reus Jas de Keistamper en een gevarieerd kinderprogramma werd in de avond afgesloten met muziek. Na wekenlang repeteren verzorgden leerlingen en oud-leerlingen van de Angela School met dansers van Tiga een optreden op het grote podium op de markt. Angela's project resulteerde in een afwisselend concert met muziek van de Rolling Stones, Bruno Mars en Anouk. De markt stroomde die avond vol met familieleden van de jonge artiesten en andere belangstellenden.
na alle optredens konden mensen zelf van zich laten horen. Tijdens Bokstel zingt was het publiek namelijk de ster van de avond. Een groot scherm op het podium projecteerde de songteksten van liefst 42 liedjes. Daarnaast had Stichting Brabant Centrum alle teksten afgedrukt in een speciaal meezingkatern. Ook daar werd driftig gebruik van gemaakt. Bokstel zingt was een groot succes. Zo'n 1500 man zong mee met liedjes als Hallo Allemaal, Zoutelanden en Mamma Mia. De massale zang kwam echter pas in de loop van de avond tot uiting. Maar dat had wellicht ook te maken met het aantal drankjes dat werd genuttigd. Tussendoor traden feestduo De Dorinis en zanger Edwin Montijn op. Aan het eind van de avond konden de handen op de borst. Bokstel zingt werd namelijk afgesloten met het Wilhelmus. Het toetje van de Bokstelse koningsactiviteiten vormde de Oranje Braderie in het centrum. Bezoekers slenterden langs een lint van 70 kramen waar standhouders hun waren aanprezen. Ook kinderen verkochten hun spulletjes op de vrijmarkt. Daarnaast waren er optredens van seniororkest Boegestelle en muziekkapel De Volle Blaas. Terwijl mensen de laatste koopjes scoorden, werkten in café Het Geveltje aan de Stationstraat 8 sportievelingen zich in het zweet op de fiets. Niet zonder reden, zij zamelden met deze spinningmarathon geld in voor Wensambulance Brabant. In totaal werd een bedrag van €3763 bij elkaar gebracht. Muzikanten van de Liemse fanfare Concordia waren op Koningsdag al vroeg uit de veren. Om 6 uur 's ochtends startte het traditionele douwtrappen. Terwijl veel Liemdenaren nog op één oor lagen en de merels hun ochtendgezang lieten klinken, kwamen tientallen vroege vogels bijeen voor een stevig potje douwtrappen in het wonderschone Liemden. Waar een enkeling nog bij moest komen van Koningsnacht, waren anderen fris en fruitig klaar voor de start. Even uit te kunnen slapen op Koningsdag? Helaas. Ook de bewoners van Strijpenhof werden vroeg uit de veren getrommeld door fanfare Concordia. Dit was DBC Nieuws voor deze week. Hartelijk dank voor het kijken. En wilt u ons volgen? Dat kan via Facebook, YouTube of via de websites van Omroep Dommeland en Brabant Centrum. Dag!